Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 20 januari 2016. Dat is het bulletin van woensdag. Hoogstwaarschijnlijk morgen of overmorgen is er weer een, tussen aanhalingstekens, echte Daily Minutes. Ik heb ze pas op één na laatste vertaling afgemaakt. Als ik gewoon doorwerk, dan krijg ik morgen de laatste zeer op tijd af. Voor vandaag heb ik nog een bijzondere documentaire. Volgens mij duurt die ongeveer 3,5 minuut, heb ik gezien. Als ik met de tijd niet in moeilijkheden kom, het is nu 6:15, dan heb ik ook nog een SSTV-plaatje. Vandaag is dat dan, net als gisteren, geen herhaling. We staan nu op het plaatsje achter de zaak, met achter mijn rug het werkplaatsje waar het allemaal gebeurd is. Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht een ramp over Nederland. Een ramp die er nog niet vast. 1 februari 1953. Watersnood. Ook Zierikzee op Schouwen-Duiveland wordt ernstig getroffen. Communicatie met de buitenwereld is zo goed als onmogelijk. Zendamateurs brengen daar verandering in. Onder hen Peter Hosveld en Piet Meerman. Weet jij nog wel, toen dat vliegtuig boven kwam en dat de piloot vroeg, waar zitten jullie toch? Dat jij naar buiten bent gerend met een stok, met een lap of een vlag, weet ik het. En daar heb je hier gestaan. En toen zei hij tegen mij via de zender, ja, ik zie een stok met een lap. Ik zei, nou, daar zitten wij. In de lucht boven het verdronken land vlogen hulp- en verkenningsvliegtuigen zonder ophouden rond. Uit deze machines werden vaak de aanwijzingen gegeven die de reddingsploegen nodig hadden om tijdig op kritieke punten te komen. Men was radeloos. Er was een ontzettende ramp aan de gang. Toen hoorde ik dat er geen verbinding was met de buitenwereld. Er was geen telefoon, er was niks. En toen schoot het door mijn hoofd, ja, maar dan moet ik een noodverbinding maken. En met de spullen die ik daar had, dat waren geen zendspullen, heb ik toen dit apparaat kunnen maken. En daarmee ben ik in de lucht gekomen. En dat werkte. Nou, hier voor het raam. Achter dit raam. Hier stond de zender. Dankzij de zelf in elkaar geknutselde provisorische zender van Hosveld worden droppings boven Zierikzee in goede banen geleid. Rubberboten en voedselpakketten komen zo op de juiste plek terecht. Ik liep constant heen en weer voor berichten van Peter, maar bijvoorbeeld een vliegtuig met een rubberboot. Maar die kwamen in het begin in de haven terecht bij de poorten. Dat was niet goed, kwamen in het water. Dan liep ik weer terug naar Peter om te zeggen, Peter, een seconde later uitgooien. Dat gebeurde, dan kwamen ze op het havenplein terecht, toen lukte het. Ik kwam op een gegeven moment een vliegtuig met brood. Toen zei hij, jongens, dan moet ik dat droppen. Ik zei, niet in Zierikzee in Holstein, want dan was het in het water. Tussen twee dijken was nog een groene corridor waar geen water was. En daar hebben ze toen dat brood gedropt. Het hele volk trad aan en begreep de hulpverlening als een werkelijk nationale taak. Toen de hulpkolonnes binnenrukten, waren de plaatselijke reddingsploegen al in actie. Ik deed hulpvragen naar de buitenwereld. Alles wat voor op een briesje binnenkwam, dat werd verzonden. Eten, drinken, maar dat was er niet. Achteraf hoorden we pas wat we bewerkstelligen. Want op dat moment wist je het niet. Je wist niet wat er buiten Zierikzee gebeurde. We wisten van niks. De eerste dagen wisten totaal niks. Als hij er niet geweest was, was dat nooit zo gelopen? Dat is wederzijds. Als hij er niet geweest was, was er geen zender geweest. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.